Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 17 januari van Weerplaza. Het is het komende etmaal erg onstuimig. We krijgen te maken met een stormdepressie. Dat ligt nu nog boven Ierland en trekt de komende 24 uur over het noorden van het land. Dat levert veel wind op en vannacht ook neerslag. Vanavond is het nog tamelijk rustig wat de wind betreft. Nou, er staat windkracht 4 boven land, windkracht 7 langs de kust vanuit het westen. Het is op veel plaatsen droog. Zeer lokaal komt nog een winterse bui voor bij een temperatuur van 2 tot 5 graden. Vanaf bereikt een regengebied ons land. Voordat het gaat regenen kan er eerst nog sneeuw vallen in het noordoosten van het land, in Groningen, Friesland en in Drenthe. Daar kan een laagje van 1 tot 4 centimeter vallen. Elders in het land gaat het regenen bij een temperatuur van 1 tot 3 graden. De wind draait eerst naar het zuiden, maar later vannacht, als de neerslag ophoudt en in de vroege ochtend, draait de wind naar het westen. En dan zwelt de wind aan langs de kust tot stormkracht windkracht 9, mogelijk zelfs windkracht 10. En er staat code oranje uit voor de provincies Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. En dat is met name voor de windstoten tot zo'n 130 km per uur. Ook verder landinwaarts is code oranje van kracht. Ook met name later in de ochtend, begin van de middag, voor de provincies Utrecht, Flevoland, Overijssel en Gelderland. Daar komen windvlagen van 110 km per uur voor. Dus het wordt een onstuimige dag. De neerslag die trekt in de loop van de ochtend naar Duitsland weg. De ochtendspits die zal erg zwaar gaan verlopen door de wind en de neerslag. En in de loop van de middag wordt het geleidelijk allemaal wat rustiger. De temperatuur is wel aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Het wordt 7 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Dan hebben we vrijdag, zaterdag en zondag rustige dagen. Er staat hooguit windkracht 5 langs de kust vanuit het westen. In het weekend waait het amper. Het is wel wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar winterse buien, want de temperatuur gaat weer naar beneden. 'S Middags wordt het niet warmer dan 3 tot 5 graden. En in de nacht, in het weekend, kan het licht gaan vriezen. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.